is dat ik sowieso introvert ben. Ja, het is er zo. Vanaf dat er vier mensen hier zijn, ben ik mij ongemakkelijk te voelen, omdat het een soort groep is. En ik kan mij, dat is iets raar. Het is mijn camera ook. Ik weet dat niet goed dat ik mij moet gedragen of zo. Als dat op mijn kop staat, ben ik te pijzen. Wat moet je een rol spelen? Moet ik doen alsof ik een muzikant ben? Allee, weet je wat? Maar nee, het moet eigenlijk gewoon mijn eigen zijn, maar daar ben ik niet goed in. Als er een spreekbeurt was of zo op school, dan hadden we dat wel zo. Een spreekbeurt. Spreek je wel luider? Ja. Dus optreden heb ik dat eigenlijk vreemd moet leren van. Ik weet niet, onder de optredens moet doen hier iets kon doen dat op wat trok, want dat wil ik het gevoel dat ik aan 30% van je kan presteren omdat die zenuws en al de shit meespelen. Zelf nu ook, waar we zenuwachtig van van iets te proberen uit te leggen dat op iets trekt. Ik dacht ook vroeger altijd dat mijn struggles als muzikant dat mijn struggles waren. Allee, mijn typische onzekerheden. Maar als de band biografieën te lezen of whatever, films die over muzikanten gaan of kunstenaars, iedereen zit er mee te vechten. Ja, met het beest van de herkenning ofzo. Dat is iets vrij dubbel, want het is een feit dat je, aan de ene kant speel ik muziek gewoon voor muziek te spelen, omdat ik graag klankhoor, al dan niet harmonieus, maar tegelijkertijd is dat ook om die herkenning te hebben. Maar ik heb ook geleerd dat herkenning ook geen zak doet. Je wil daar eens een of andere leegte in je ziel of in je bestaan vullen met gejuich van mensen. Maar als dat gejuich er is, zegt eigenlijk doet dat ook niet. Het is kortstondig wel wijs, maar eigenlijk doet dat niet zoveel. Dat is vrij rappig. Ik zie je zo naartoe gaan zo, en nu moet het goed zijn. Dat gaat niet. Still doing it the crap way. Why would you do it the good way?
can do it the crap way. Ik weet zelf niet hoe dat je moet richten. Ik vind dat vrij spannend en een beetje beangstigend van ja, ik kom nu met mijn eigen naam naar buiten en als je een zak doet, is het like vrij confronterend of zo. Maar ja, en dat zal wel ja, dat zal wel zo zijn, maar eigenlijk doet het er ook niet toe, want zolang dat ik gewoon mijn ding kan doen, lijkt een kluisenaar. Allee, ik ben geen kluisenaar puur saam, maar ik zeg, zolang dat ik mijn eigen kan amuseren, is eigenlijk genoeg. Ken dat nummer? Ik ken hem, maar ik weet niet meer. Zo Randy Newman. Met vrije strijkers. En dat is zo vrij, schoon en breed. Maar, en dat thema komt zo een paar keer weer. Maar dat, als dat alleen doet, is dat niets. Dus, weet ik niet. Dunnetjes. Hè? Dan is het te dun. Oh, maar ja, het is like, ja, een gitaarke en een stem. Wat. Dus ik weet het niet, ik ga een soort, misschien een intro spelen en voor de rest niet meer.
fondue zeker? Is dat gewoon open ook? Ik weet het niet. Licht, jong. Hé. Hey. Ja, licht. Is dat veel licht? Vroeger, mijn eerste thuis dat ik alleen ging gewoon... ja, de living was mijn werkplek. Dat was zo tamelijk puberaal / marginaal. De living vol met instrumenten, met assenpotten en blikken bier en dat soort stijl. En allee, sommige mensen die mij kenden maakten er opmerking over, kun je hier werken, dat is een nest. En toen dacht ik, ik weet niet, ja, ben ik muziek bezig en eigenlijk... doet dat er niet toe waar ik ben. En muziek klopte er ook ergens in. Dat was mijn maat of zo. En dat was mijn caravan om in te kruipen, of mijn kotje. Wordt dat mijn safe place. En soms is dat soms raar om dan in de real world te zijn. Allee, in het hier en nu echt te zijn. Omdat ik zo in mijn anders modus zit. Dat is soms moeilijk. Vriezen. Vanochtend was voor veel plaatsen zelfs de koudste ochtend van de hele winter. In Ukkel bijvoorbeeld min 8,6 graden. Nog wat kouder in de Kempen. Ben geboren als een... Allee, ik weet niet hoe ik geboren ben, maar ik heb vrij lang ongelukkig gelopen zagen. En ik loop nog altijd te zagen eigenlijk. Ik heb wel ooit beseft dat negatief zijn not the way is. Ik heb ooit ergens in mijn als kind zijnde ergens een soort verdedigingsmechanisme gevonden, zijnde muren rond mijn eigen zetten, mensen niet te dicht laten komen,
alles haten en iedereen, dat is dat waarschijnlijk als puber, ik weet ook niet wanneer dat wat gebeurd is. Ik herinner mij wel bijvoorbeeld dat ik zo vanaf het derde studie eigenlijk door had dat je een grote mond opzet en je vuisten gebruikt, dat je minder likely gepest wordt. En dat je, ik weet het niet, ik ben nu 44 geworden. Op mijn 32e ben zo Jang Jong begin doen, dat is zo Standing Like a Tree. Een soort meditatietoestand. En een van de oefeningen dat je doet, is terwijl je er staat, de bedoeling is dat je 20 minuten per dag staat. Dus, dat heeft me wel vrij geholpen, omdat een van de oefeningen dat ik deed, is het cultiveren van de inner smile. Kijk, heel mijn leven de inner frown zitten cultiveren. Zo dan, fuck you, en mijn jannen. En sindsdien probeer ik de inner smile te hoe moet ik zeggen, cultiveren of zo in het leven te staan. En dat is met vallen en opstaan. Het is lekker, ik weet niet, mijn kop. De rivieren van je gedachtspatroon ga ik altijd in dezelfde bedding. Dus als je een nieuwe bedding maakt, moet daar constant vrij alert voor zijn. Maar ja, probeer dat. Allee, fysiek pijzen, wat kan ik een keer glimlachen, is al. Je wordt er happy van. Supposed to be nothing.
pretend the film. Something, something you're not supposed to be. Nothing.